Meneer Van Achelen, u heeft hier de bominslag meegemaakt die op 26 maart 1943 is geweest. Ja. We staan hier nu precies op de plek waar die V1 gevallen is. Deze huizen die zijn in één klap weggevaagd. Hè. Die rij daar langs de dijkgraaf is zwaar beschadigd. Deze helemaal weggeblazen. En die daarin zijn ook zwaar beschadigd. Die waren zo zwaar beschadigd dat ze afgebroken moesten worden. En hier zijn dan ook de meeste slachtoffers gevallen. Behouden ze een paar in de Vaandenburgstraat. Maar de meeste slachtoffers zijn hier gevallen. Vlak bij die bom. En de meeste zeggen bominslag, maar het was een V1. U heeft hem bij wijze van spreken zien vallen vanuit de kamer. Ja, wij dachten eerst dat het een aangeschoten vliegtuig was. Maar een paar jaar later wisten we wat beter. Toen we al meerdere keren kennis gemaakt hadden met die V1, die wel eens mislukte. Toen zeiden we, oh, dat was zeker het proefkonijntje. Waar was u zelf op het moment van... Nou, ik was op het moment dat de bom viel, stond ik met het gezicht hierop aan. Stond me eigenlijk net uit te kleden om naar bed te gaan. Ik had alleen de sokken nog aan. Dus ik kon me eigen zo weer aankleden en kijken of er niemand gewond was van mijn familie. Want de rest van de familie lag al op bed. Want ja, je ging altijd in die jaren altijd vroeg naar bed, want dan had je geen kolen nodig en geen elektriciteit. Dus dan stond je maar vroeg op, s'morgens als het net weer licht was. Hoe laat was het dan toen die bom viel? Nou, zo ongeveer 22:50. Op dat tijdstip is wat onze klok stil blijven staan. Was er veel beschadigd bij u in huis? Ja, alles wat zo'n beetje breekbaar was aan glaswerk en aan aardewerk, dat was het grootste deel van gebroken. De ruiten zaten geen een meer in. De deuren die waren over elkaar heen geslagen door eerst de indruk en toen de terugslag. Dat je zegt, hoe kan dat nou? Hè? Dat die deur zo ligt en die deur zo. Dus dan kunnen we nagaan hoe enorme kraag dat ding had. Maar hij is echt hier op de rand van de stad gevallen, hè? Want hier omheen stond nog haast niks. Weet je wat het mooiste was? Toen het 's morgens licht werd, wie zagen we het eerste komen? Een stelletje moffen. Zo noem ik ze nog steeds, sorry. Die kwamen met een meetlinten en meetapparatuur. Kwamen de zaak opmeten hoeveel of er vernield was. Heeft u met de hele buurtvereniging een plaquette daar neergezet? Ja, nou ja, dat ging natuurlijk heel spontaan, dat begrijp je wel. Want de mensen die hier daar nog woonden, die hadden dat emotioneel zo meegemaakt. Die gaven gulden. Ik bedoel, hier hebben die noodwoningen gestaan. Die zijn hetzelfde type als op de Oranjelaan. Ik weet niet of u die kent. Net voorbij het voetbalstadion. Die hebben ze laatstelijk nog gerenoveerd. Die hadden ze ook af willen breken. Want die waren maar voor een bepaalde tijd gezet. Maar die mensen die waren zo gehecht aan dat plekje, dat ze renovatie prefereerden om boven daar naar de stad te gaan. We hadden het in de eerste dagen hadden we het altijd maar over een bom. Maar het was geen bom, dat bleek later wel. Dat waren de eerste experimenten van meneer Werner van Braun. Bleek achteraf. En dat, nou ja, je ziet het nu wel met al die raketten. Ze worden steeds meer geperfectioneerd. Dus, nou ja, het eind is zoek, hè. En dat was het begin.